Dit is een voice en documentaire idee. Ja. Best wel. Dit zijn de eerste beelden die ik heb ontvangen. Van die naaktdingen. En... van die naaktfoto's. Van die rare bezems. Hé, hey, neem eens een stukje afstand. Wauw. Wow. Moet je even voorstellen dat ze allemaal draaiend op je afkomen. Yep. Het is geen heel rustgevend gevoel. Nee. Dus aliens, kom maar. Kom met eens, bra. Het zou toch mooi zijn als het ook zeg maar, uiteindelijk zo is dat je gewoon een gigantisch schip met aliens op je afkrijgt. En dat ze dan gewoon landen en dan afhankelijk van jij reageert of ze dan jou aanvallen of met je gaan ruilen of weet ik het. De toekomst van het spel kan heel groot zijn. Ja, maar ze hebben zomaar net een nieuwe mod API gemaakt. Oftewel... oftewel, er komt alleen maar meer. Oftewel, zeg maar, de meeste mods die nou uit zijn, zijn echt fucking raar gemaakt, zeg maar. Ik bedoel, ik snap er nog niet zo heel veel van hoe je een mod daarvoor maakt. Maar het lijkt me best wel vet als er eenmaal inderdaad een fatsoenlijke mod API is. Om dan voor dit spel mods te gaan maken. Ja, zeker. Niet dat ik het kan waarschijnlijk, maar het is, nee, het is wel gaaf als er goede mods komen. Zou je mij de volgende keer niet willen doodrennen? Denk het weer? Ja. Dat is best raar. Ik ben volledig bepakt, dus misschien daarom ofzo. Ja, maar dan nog, zeg maar, dan hebben we vandaag met gym hebben we rugby gehad. En dan ren je elkaar alleen maar onderuit en dan gebeurt dit niet. Weeg je nou ook 4000 kilo? Nee, maar ik woog nu ook geen 4000 kilo. Ik wel. Ik woog 2000 kilo. Je hebt alleen maar allemaal als metaal in je pak. Jij hoort er niks van te kunnen voelen. I don't know. Nou, hup, lijk, oprotten. Apparently. Blijkbaar kun je die lijken best wel hard trappen. Ja, met een aanloopje tegenaan lopen ze gelijk zo over de vloer. Ja, meer steel chips nodig. Lijk nummer 2 worden de ruimte mensjes. Ja. Of dood is waarschijnlijk al wel meer dan 2, want mijn lijk drijft ook nog ergens heen. Op zich. Oh, jemmer. Fucking. Construction components. Echt, hè? We need more. Wat we ook gewoon kunnen doen is gewoon zeggen van nee, we willen gewoon 49 drills hebben en dan maak het maar. Dat zou wel cool zijn. Nee, dat kan. Weet je, althans, kan je kan voor mij de materiaal daarvoor laten maken in één keer. Ja? Als je... oh. Wel, large blocks, jawel. Als je maar bij je assembler zit en dan bij die dingetjes daarboven kun je bij large blocks kun je gewoon... ja? Drill aanklikken. Kan. Oh, dan doe ik eerst even alles eruit. Dan doe ik ook wel alles eruit. Oh, nee, niet zo. Ja, alles druut. Wat doe ik dat ook alweer? Gewoon eruit slepen, dat is de goede oplossing. En die andere moet even construction components maken. Zeg maar de computers en... ja, alhoewel. Hoe haal je alles uit die... dubbelklik. Oh, ik heb het al. De inventory van die assembler zit vol, is het goed dus. Ja. Dan kijk ik het ook niet kwijt. Even snel, ik dump even wat ik heb hierin. Dat kun je vast wel gebruiken. Ja, ik ben large steel troops en zo bezig. Ja, dat zit hierin. Dan kunnen we gewoon zeggen van maak even 49 van die krengen. Oh, ik wil een goede assembler hebben. Oh ja, dat was niet de goede knop. Toen maakte ik best 300 ervan of zo, denk ik. Oh, oeps. ik wil het niet van dit ding. Ik ken nu wel. Plates nodig. Oké. Kan ik niet gewoon ergens aanklikken van maak er even 49 voor me? Kan dat niet? Oh. Ja, dat zou moeten kunnen. Ik zou nog niet weten ergens. Hoe. Oh! Oké. Okay. Wat heb je gedaan? Oh,
wacht, ik zie het al. Ik zit nu in de verkeerde dingen sowieso. Assembler ja, 2. Denk al, what the fuck, 3000 construction components? Dat is de verkeerde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33. Iets in die richting. Oké. Okay. Halverwege procent te klikken dan te tellen, dus ik had zoiets van. Oké, dus dan maak nou eerst dus 300 plates, dan 40 construction components, dan 24 steel tubes, dan... Ja, hij gaat per... blijkbaar... Oh wel, hij heeft er nog helemaal niet zoveel als ik heb aangeklikt. Kan ik ook gewoon zeggen van, die niet. Oh, het komt er langzaam in bij, zo te zien. Die tegelijk, die niet. Gelijk. Ach ja. Flikker kunnen zonder die meteor storms. Even dus een beetje combineren. Niet. Gelijk, niet tegelijk. Gelijk. Plot, wat ik net uitgetrapt, het vak. Production, assembler 2. Oh, voor mij zag ik straks een raam lang. Iets te weinig iron. De rest hebben we wel genoeg. Hebben we niet nog meer iron in de container zitten? Ik weet niet, kun je kijken. Maar... Oh, jammer. Dit vliegen is af en toe pittig derpy. Nee. Maar we hebben hier 20.000 steel plates zitten ofzo. Oké. Okay. Dus die kunnen in principe... Ja, ik cue de steel plates even verder, even ergens anders. Stukje verder naar achter. Oké, hoppakee. Weg. Waarom doet hij dit niet slim? In plaats van dat hij gewoon de... bonus daarvan maakt. Wonder man, weet je hoeveel plates we van die nodig hebben? Als je ze op ziet tellen wordt het wel heel veel. Too many plates. Oh, daar komt weer de construction component aan. Dat is echt wel heel veel plates. Die steel tubes gaan wel redelijk snel, die small steel tubes. Ja, ik ken ze al die construction components hoor. Ja, groot gelijk. Die we hier maken, aangezien we die andere maken en die dingen zo traag zijn. Meer dan 10.000 van die dingen nodig, joh. Ik ken ze wel gewoon al deze dingen. Doog. Beetje wapen op. Even op meer tegelijk maar. Ja hoor, dat heb ik er niet bij mijn construction components. spel. Zo. We hebben 188 large steel tubes hier, 500 small steel tubes, 113 motoren, 400 computers. Moeten computers in toch? Sorry? Moeten er computers in? Ja,
Wat is er? Moet de computer zien, dat ding toch, of niet? Ja. We hebben niet genoeg ruimte, maar niet uit. Eventjes de tijd om wat zooibuik op te tellen. Oh, jij mag stop het leggen, dank je. Hierop. Die large steel tubes kost ook zo enorm veel ruimte, het is niet normaal. Klopt, in inventory, ja, dat sowieso. Een van die dingen maak je even door je vol. Wauw. Nu ben ik gewoon rondjes aan het rennen om dat ding steeds regen te halen. Nice. Oké, ik heb hier zo weer bijna geordend. Sorry, mijn kijkers. Ah joh, mijn beeld is niet veel boeiender. Right. Oké. Zometeen hebben we alle items daarvoor. Behalve constructie components zijn 14.000 steel plates. Tering. Ja, maar we hebben hier al 20.000 van die dingen zo. Die plates bedoel je? Ja. Constructie components zijn er vooral apart, maar... Oké, ik bouw nou eventjes een aantal van deze dingen op. Met de steel plates die ik al... Er liggen geen constructie components op de grond. Oeps. 1. Ja, die heb ik met een glas gebroken, de oude waarschijnlijk. Oh ja, dat klopt. Ik heb geen ruimte meer. Voor 1, schijnbaar. Alright, oké, nou kunnen we... Ja, pas maar. Geen groot. Ho, de faal. Het is al heel iets dat je die lijken tegenwoordig kan looten. Dat kon aan het begin ook niet, dus je zal die spul gewoon kwijt. Dat klopt, inderdaad. Maar hoeveel plates hebben we hier niet dan? 19.000? Ja, ik zei toch al dat we 20.000 hadden. Omdat we het hele platform weg hebben gehaald. Die dingen die zijn allemaal 125 op stuk, of wat was het? Oh ja, op een gegeven moment wel, ja. Oeps. Oh ja, we hebben nog steeds meer construction components nodig voor die conveyors. Dus als we de construction components voor de conveyors gaan gebruiken en niet voor de drills eerst. Oh ja, daar heb ik ze nog niet eens in gestoken. Dat we eerst al conveyors af hebben gemaakt. Small steel tubes, maar even langs gaan vast. Wauw, bezig met die conveyors. 1100 van die small steel tubes en nog niet eens in inventory. Stomme large steel tubes, zwaar die wel niet zijn. Ja, die zijn veel te zwaar. Dat is op zich wel logisch voor large steel tubes, maar... Dan hebben we nog de vergrote inventory ook nog, anders kun je de helft niet meedragen, man. Met die klein, met zeg maar de standaard, is voor maar 400 liter of zo. Dat is echt... Daar kun je geen ruk mee. Dan kun je echt 3 tubes of zo meenemen, en dan is het gewoon vol. Weet je hoe vaak je heen en weer moet voor tubes? Dat is echt vet vaak. Weet je hoe vaak? Nou, echt heel vaak. Ja, echt gewoon niet normaal vaak meer. Gewoon buiten proporties vaak. Mijn aantallen is wel weer goed vandaag. Nou, tot de minste 10 keer. Ja, sowieso. Als dat niet meer is. Nou, dan moet je even 300 van die plates die zo in doen. Nou, succes. Ben ik wel 5 keer onderweg. Ja, jammer. In zo'n ding. Dan moet je ook echt gewoon aan weldingchips en zo, anders haal je dit echt niet. Ja, dat is op zich ook wel fijn natuurlijk. Dan maak je weldingchips voor een reden. Nou ja, het is nu in principe ook wel iets sneller. Maakt niet zoveel uit, we hebben niet snel genoeg de components. Ja, zeg maar als we de components zouden hebben... Ja, deels denk ik. Althans, al die large steel tubes, maar nu moeten we voor elke 100 heen en weer dan. Dat klopt. Op zich. Maar misschien als je dan de tijd meetelt van hoe lang we moeten bouwen, dan kom je misschien weer. Meh. Motoren had ik al ervoor, dus nou ja. Volgens mij moeten de meeste nu alleen nog maar large steel tubes en construction components en een aantal nog steel plates zelfs. Ja. Het zal nog best mee hoe lang het erover doen. Ja, het gaat redelijk snel. Ah, we moeten ook nog een reactor, hè? En een large... Ja, laat me nou even dromen, oké? Okay? En gyroscopes en thrusters en... Oh ja, just thrusters. We moeten nog zo'n...
kijken. Gewoon 500 aan construction components. Plus minus. En dan hebben we alle conveyors af. En dan moeten we nog zo'n 4000 construction components. En dan hebben we ook... alhoewel 2000 denk ik. En dan hebben we ook alle drills af. Oh, dan zijn we toch al heel... Dan hebben we het meeste resource intensieve gedeelte van de build hebben we dan toch wel gehad, zeg maar. Nou, zeker met al die construction components, man, dat duurt lang. Ja, dus zometeen moeten we eigenlijk even, als we die drills af hebben, moeten we de tweede ook aanzetten aan construction components. De tweede, assembler. Even snel laden. Nee. Dan ben ik morgen gewoon vrij, joh. Ja, ik niet. De hele dag. Ik heb weer lekker een lange schooldag. Jee, wat lekker van. Hoe laat tot hoe laat? Van 8 tot 4 of zo. Fijn. Ik heb echt elke dag tot tenminste, op dinsdag na, elke dag tenminste tot 4 uur. Het is echt niet leuk meer. Ja, oh. Want je zit nou in? De vijfde. Van ik heb van het VWO. Gymnasium? VWO. Alteneum, maar... Het is echt een mooiste slecht rooster gezien. En dat zegt wat, dat zei ik vorig jaar ook. Nou, het kan erger. Zeker. Oh, het kan altijd erger hoor. Mijn rooster is soms ook wel eens, dan zit ik zeg maar op school vanaf 8:30. En heb ik dan de college tot 10:00. En dan heb ik om 1:00 pas weer een college van 1.5 uur. Moet ik ook vet lang wachten en zo. Dan ben ik om 3:00 vrij. Of ik heb ook een college, dan moet ik om 8:30 beginnen. Ben ik, heb ik om 4:30 mijn tweede college. Dan is het meestal gewoon van, nou red je maar met je college, doeg. Oh. Ja, bij jou kan dat. Ja, dan denk ik gewoon stikken maar in. Als het niks aan, als het een college is die ik kan skippen dan. Zo mooi, als je op de kop hangt en je zet je jetpack aan, dat je niet op je hoofd valt, maar je draait gewoon om. Yep. Want dat is realistisch. Ja, de game is realistisch in sommige aspecten, maar in andere is het ook echt van, ja. Ja, okay, elkaar dood kunnen rennen, zeg maar. Ja, aan het dood gaan bijvoorbeeld. Is dat nodig? Ja, wat zijn nou realistisch aan? Kom op. Oké, nog twee conveyor belts, dan hebben we alle conveyors af. Awesome. Yay. Mijlpaal van de video. Nou. Gewoon, wauw. Wow. Dat was dan deze sessie weer. God. Ja, bedankt voor het kijken. Gewoon alleen maar. Laat me heen en weer vliegen met af en toe een paar construction components in je inventory. Gewoon alleen maar drills maken. Vraag me af hoe erg ze dat zouden vinden. Ah, ik weet niet. Dat draait de game toch een beetje om, of niet? Ja, nee, maar als ze het grindy werk niet leuk zouden vinden, dan zouden ze al lang niet meer hebben gekeken. En nu krijgen we comments van, ik vind er helemaal geen zak aan. Yep. Ah, hey, man. Dat is wel netjes hoor. Bijna, dit stuk halen we aflevering 20 alweer. Oh ja, dat zeker wel. Dat gaat wel een mooi hard zo. Nice. Noise, dacht ik zo. Very noise. Yay, conveyor. Oké, nog één. Nog één conveyor, we hebben ze allemaal... Het is ook echt gewoon een gigantisch vlak, man. Jemig. Ja. Wiens idee was dit? Ik. Auw, mijn neus. Ja, is hij nou vlak? Ja, nou ja, er is nog steeds een helm voor. Maar ik knal elke keer met mijn neus net precies tegen het randje van dit blok aan. Ah, oh, eeuw. Ik denk dat het wel pijn doet op zich. Ja. Denk het ook. Ik heb de meeste drills heb ik nou ook zo wat. In ieder geval de fucking... Op de construction components, nou. Oh. Yo. Wat gaan we eigenlijk in de zometeen moeten wachten op die construction components voor al die drills? Dat wordt nog leuk. Yo, we kunnen makkelijk nog de andere dingen gaan maken, ja. Voor dit. We hebben er motoren en shit in. Ja, dan moeten nog motoren en andere dingen in. Dus dat sowieso. En we kunnen alvast dan bezig met een reactor. En een zo'n large opslagding. En ja, ga zo maar door. Oh ja, en trouwens hebben we nou wel genoeg
Taal. Steel plates. Wat kunnen we vullen met construction component? Ja, het zit er precies 69 in. Zo. Wauw. Dit wordt echt best wel epic. Als iemand draait, is hij best wel epic. 7. Nieuwe plaatsen. Volgens mij kan ik nu de laatste... Oh. Ja? De laatste. Oké, okay, dan mag ik nog eventjes. Als ik goed kan tellen... Oh. Ja. Ik kan hartstikke goed tellen. 7. Laatste. Plates heb ik nog. Oh, ik heb nog een plates van nog een. Small steel tubes, die ik bij me heb, even erin gooien. Alright. Ze hebben nou allemaal... Allemaal hebben ze nou een... Steel plates. Nou mogen ze allemaal... Sommige van hen mogen nog construction components, zoals ik zo zie. Ja, de meeste moeten nog construction components. Eigenlijk alle. Ja, oké. Okay. En die hier beneden hebben al nog motoren en... computers nodig. Zullen we dat even doen, de computers en motoren? Ja, joh. Ik ben nu bezig met de small steel tubes. Right. Computers en motoren. Even zien, wie hebben we er nog? Jij hebt nog. Oh, deze hier hoeft alleen nog maar construction components, de bovenste rijen. Ja, dat zei ik. Daar zijn we op zich best wel ver mee. En deze middelste slash onderste moeten allemaal nog large steel tubes nog.